Beste kijkers, u herkent hem waarschijnlijk. Dit is Huub Stapel. En hoe zou het met Huub Stapel gaan nu we gehoord hebben dat tot 1 september alle evenementen zo'n beetje zijn afgelast? Raakt het jou, Huub? Ik vind het ongelooflijk vervelend voor mensen die er op de eerste plaats uren, dagen, maanden en jaren in hebben gestoken om het te organiseren. En ik vind het zo mogelijk net zo vervelend voor mensen die wilden komen kijken en misschien wel een kaartje hadden gekocht voor Pinkpop of Lowlands of de Zwarte Cross of het festival van Johan Derksen in Grollo, dat ze niet kunnen gaan. Verschrikkelijk. Ja. Maar ik heb nog niet eens over mijn eigen theatershow, die natuurlijk ook nu tot weet ik veel wanneer is afgelast. Ja, hoe ben je daaronder? Ja, ik ben relatief gelaten. Ik heb een klein buffertje, dus ik kan het een paar maanden uitzingen en dan moet het wel stoppen. Maar ik vind het veel erger voor die kinderen die, laten we zeggen, achter Simone Kleinsma staan in Hello Dolly. Of die achter Tina Turner staan, die met 12, 13, 1400 euro per maand moeten rondkomen. En volstrekt afhankelijk zijn van dat geld voor een hypotheek of om simpel weg eten te kopen. Ja, maar dat wordt dus een hele barre zomer voor ons cultuur. Oeps, wat gebeurt er daar? Voor ons cultuurliefhebbers, hè? Ja, dat is een ramp. Ja, dat is een ramp. En als nu zijn de cultuurinstellingen die al gesubsidieerd worden, die zijn nog een keer extra beloond met 300 miljoen. Maar er wordt hier nu geboord, zoals je hoort. 70% van het theateraanbod bestaat uit vrije producenten, waar ik ook eigenlijk altijd voor werk. En die hebben nog steeds niks gehoord en niks gekregen. En die schatten hun schade een paar maanden vooruit al richting de 1 miljard. Dus dat kun je nagaan. Ja, jij hebt je de laatste tijd op het internet, op Facebook vooral, nogal geërgerd aan de schampere manier waarover er over cultuur gesproken werd, hè? Ja, nou ja, het is heel simpel. Je kunt daar heel schamper over doen. Maar als ik je zeg dat je alleen op een zolderkamertje moet gaan zitten 10 dagen lang. En je mag geen boek lezen. En niet naar muziek luisteren. Je mag ook niks schrijven. Je mag geen serie kijken, geen film. En niks, helemaal niks mag je. Je mag ook niks zelf schrijven. Dan wil ik degene die daar zo tegen fulmineren nog eens horen piepen. Maar dit gaat natuurlijk wel tot een enorme kaalslag leiden onder de kleine theaterproducenten, hè? Ja, dit wordt, als de regering niet inziet dat cultuur, net zoals economie, een wezenlijk bestanddeel is van je zijn, zal ik maar zeggen, van je welbevinden, dan gaan er een heleboel omvallen. Niet alleen kleintjes, dat kan ik je beloven. Ja, ik geloof dat Winston Churchill heeft ooit gezegd, als we niet voor de cultuur vechten, waarom zouden we dan in godsnaam vechten? Daar komt het eigenlijk op neer, hè? Ja, natuurlijk, dat is het. En in Duitsland begrijpen ze dat iets beter dan bij ons. Daar stoppen ze gewoon de derde dag al 50 miljard in kunst en cultuur. Om al die kleine bedrijfjes met name ook overeind te houden. En daarvoor heeft de regering tot nu toe nog helemaal niets gedaan. Nee, want alleen zeg maar, het concertgebouw wordt overeind gehouden en de theaters. Maar de bespelers daarvan, die moeten op een houtje bijten. Ja, en nou ja, en een heleboel theaters buiten Amsterdam die dus ook afhankelijk zijn van gemeenten. Ja, die gaan ook zware tijden tegemoet natuurlijk. Want gemeenten die zijn ook, dat hebben ze van het kabinet geleerd. Het zijn natuurlijk geen cultuurliefhebbers. Die hebben geleerd dat je best zonder kunt, dat je best de bibliotheek kunt sluiten. En de balletschool en de muziekschool. Je kunt alles sluiten. Ja, dat kun je allemaal doen. En ja. dan wil ik ons over een paar jaar nog eens zien. Nou, het beeld wat je dan schetst is natuurlijk een heel somber beeld. Kijk, in jouw eigen business, je bent ook televisie- en filmacteur. Televisie en films kunnen natuurlijk ook niet meer gemaakt worden nu met deze nieuwe regels. Of ik krijg wel hele rare... Nee, die liggen allemaal stil. Dat is allemaal gestopt. Sorry, ik heb hem ook even... Dat is allemaal gestopt. En je moet nog maar afwachten of je dat allemaal weer kunt opstarten. Ik bedoel, leven al je acteurs nog? Is dat wat je maakt nog actueel? Daar zijn ook een heleboel vragen over te stellen natuurlijk. Dus dat wordt ook allemaal heel, heel onzeker. Ik ga weer een documentaire maken voor Omroep Max. Ik heb langs de Rijn gemaakt. Ik ga nu langs de Maas maken. En daarvan kan ik me voorstellen dat we dat in een klein groepje zouden kunnen doen. Maar voor de rest... Een dramaproductie wordt natuurlijk onmogelijk. Het wordt een drama, zullen we zeggen, om dat te gaan filmen. Ja, dat wordt echt een drama.
En dat betekent dus ook dat de komende maanden zul je zien dat het televisieaanbod zal ook schaarser worden en het aanbod in de bioscoop. Ja. Gewoon vanwege productiebeperkingen. Je kunt niet eens naar de bioscoop fysiek en theater al helemaal niet natuurlijk. Nee. Hoe zie je het voor je? Als je een carré of een concertgebouw, laten we zeggen ergens tussen de 1500 en 2000 mensen kunt bergen, dan kun je dan nu nog 250 die ja, dat gaat natuurlijk niet. Dat wordt niks. Nou ja, tamelijk somber, hè? Dit is een tamelijk somber gesprek geworden, Huub, maar het is niet anders. Ik wil je bedanken voor je tijd en je moeite. En ik wil je veel sterkte wensen met de komende tijd. Heb je nog een opbeurend woord voor de mensen die in deze crisis zitten? Ja, dat iedereen die twijfelt aan het belang van cultuur dus extra moet gaan genieten van het boek, of de film, of de serie, of het muziekje waar je naar kijkt of luistert. Dan hangt de vlag er opeens heel anders bij. En ik wens iedereen heel veel sterkte en hang in there. Oké, dankjewel voor dit gesprek, Huub Stapel. Graag gedaan. Dag op.